In het Mimrebuku-kazerne zijn vanmorgen ruim 159 militairen bevorderd in een naast hogere rang. Het gaat hierbij om soldaten tot en met de rang van officier die worden bevorderd in een naast hogere rang. Werner Kiwasen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, zegt dat de bevordering strategisch is gedaan om de transitiefase waarin de organisatie zich bevindt te kunnen bewerkstelligen. De waarnemend bevelhebber geeft verder aan dat er in deze fase wordt gewerkt om verschillende veranderingen die het legerpersoneel meemaakt te kunnen wijzigen. En in deze fase wordt er dan ook keihard gewerkt aan het wegwerken van omstandigheden en situaties die niet bevorderlijk zijn voor het sociaal-maatschappelijk welbevinden, de inzet, de motivatie en de performance van het militair personeel. Problemen waarvoor wat betreft de rechtspositie van militairen en ook gepensioneerden, gebreken voor wat betreft noodzakelijke middelen en de gevolgen van onze omstandigheden hebben daarom de aandacht van de leiding en er wordt keihard gewerkt om deze problemen weg te werken. Vandaar ook deze bevordering. En dit jaar zullen er nog meer bevorderingen moeten plaatsvinden. Het is van belang dat elke militair beseft dat onze organisatie zich in de transitiefase bevindt. En dat de inzet van elke militair nodig is om de verdere ontwikkeling en verbetering van de organisatie te garanderen. Volgens minister Krishna Kumari Mathura is de bevordering een stap vooruit om achterstanden met betrekking tot de rechtspositie op te heffen. De bewindsvrouwen hoopt dat alle bevorderingen voor dit jaar kunnen worden afgerond. Een militair maakt aanspraak op een bevordering en dat krijgen ze ook, zegt Mathura. Het is wat u verdient. Als u voldoet aan alle wettelijke eisen voor bevordering en u bent goed beoordeeld en dus geschikt bevonden, dan mag er geen enkele reden zijn om uw bevordering tegen te houden. De hele organisatie, vanaf uw commandant tot de bevelhebber, de minister en de regering, moeten zich inspannen om uw rechtspositie te regelen, zodat u uw loopbaan zonder stagnatie kunt vervolgen. Immers, het belang van het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger is er om gemotiveerde en betrokken militairen te hebben. En dat kan wanneer we u op tijd geven waarop u aanspraak maakt. In het afgelopen jaar zijn er ruim 900 militairen bevorderd in een naast hogere rang. De bevordering ging gelijk gepaard met de resolutie en beschikking dat de bevorderden zullen functioneren in een hogere rang. En niet 159, maar 171 militairen zijn vandaag bevorderd.